Ik ben Inge Gorissen en eind vorig jaar heb ik mijn kat Kees gedoneerd in het kader van het dierendonorcodiciel. We hebben Kees uit het asiel gehaald en hij was toen 7 jaar. En het was een grote, dikke, rode kater. Heel lief beest, heel aanhankelijk. Hij was ook wel fel op zijn territorium, dus buiten was hij wel iets anders dan binnen. Ik denk dat hij wel berucht was in de buurt bij de andere katten en ook bij de honden. Maar een heel super lief beest en echt een hele leuke kat aan gehad. Ik ben Martine de Jong. Ik woon in Helmond. Ik ben afgestudeerd paraveterinair, dus dierenartsassistent. En Dana was eigenlijk een fantastische hond. Al vanaf dat ik haar ontmoette. Ik heb ze eerst als uitlaathondjes gehad. Er was eigenlijk meteen een klik met allebei. Ja, gewoon een fantastisch beest. Altijd aandacht, altijd leuk, altijd vrolijk. Toen Kees was overleden, wilde ik hem eigenlijk in eerste instantie in de tuin begraven. En ik was op internet aan het zoeken naar waar je dan rekening mee moet houden. Dus hoe diep je hem moet begraven, maar ook waar je hem in moet doen. Dat soort praktische informatie. En terwijl ik aan het googlen was, toen kwam ik het dierendonorcodiciel tegen. En toen dacht ik meteen van, dat is iets voor ons. Dus toen ik ervan hoorde, had ik eigenlijk zoiets van, dat is wat we daarna ook omdat ze die hartafwijking heeft. Dacht ik van, dat moet wel heel interessant zijn eigenlijk als je als student dan zo'n hond krijgt. Gewoon het idee dat er dus geen hond of ander dier gefokt hoeft te worden en afgemaakt hoeft te worden. Maar dat een dier wat ik toch al heb laten insluipen, dat dan wordt gebruikt. Ik heb voor dierendonorcodiciel gekozen omdat ik het belangrijk vind om iets goeds te doen eigenlijk. Er worden dieren speciaal gefokt, proefdieren ook voor onderwijsdoeleinden. En ik vind dat heel zonde en ook triest als het onderwijs ook kan met huisdieren, overleden huisdieren. Dus daarom hebben we gekozen voor doneren.